De feestelijke opening vindt plaats in 1885. De koning is niet aanwezig. Hij hoort bij de mensen die Kuipers, Steurs en Tijm bekritiseren en het ontwerp een bisschoppelijk paleis vinden. Na 10 jaar renovatie wordt Nederlands bekendste museum heropend. Cultura24 opent de deuren van een schatkamer aan programma's en staat een week lang in het teken van ons Rijksmuseum.